Welkom naar David Plays Games, een leuke kanaal met een twist. Je kan van alles zien op mijn kanaal. Ik zou het leuk vinden als je naar mij kijkt. What's up YouTube, Gina hier van David Plays Games. Welkom naar een nieuwe review. En ditmaal is het voor 2 blikjes. Volgens mij hadden we al 1 ooit gedaan, dus dit is eigenlijk de tweede van Canada Dry. Dit is Blackberry. Die andere is Club. Dus Club Soda en Blackberry. Nou, en dit komt uit een winkel, een Engelse winkel. Ik wil even de naam niet, maar het zit in Rotterdam bij de Pannenkoekstraat. Zo te zeggen. We zijn er voor het eerst naar binnen gegaan, dankzij mijn moeder. En mijn vriendin die moest lachen van alles wat ik zei. Zij wil de halve winkel mee naar huis nemen, maar ja, de portemonnee is een beetje... Ja... Maar al hebben we vakantie, dan nog is de portemonnee niet geschikt ervoor. Maar goed, zij gaat het proberen. Nou, ik ga de Club Soda van Canada Dry proberen. Ruikt letterlijk figuurlijk nergens naar. Ik denk dat het gewoon een soort... Sprite is, of je hebt bijvoorbeeld het proeft als de Turquoise Spa. Je hebt Spa Blauw, dat is met de blauwe dop. Je hebt Spa Rood, nou rode dop. En dan heb je ook nog een Turquoise dop, zeg maar, dat is zeg maar tussenin. En dat vind ik deze. Nou... Oh, ik kom bij ergens achter. Ik vind het niks. Ja, ik ook niet. Nou, dan had ik het. Wat in met die kant. En ik zag bij deze namens. Lees maar wat staat. Het is een Franse. Ja, maar lees je wat hier staat. Dat is Frans, lieve schat. Nou, gingerbeer. Zoiets. Maar wel een limit. Oftewel, limité of zoiets. Dat vind ik wel apart. Nou, het is een Frans blikje blijkbaar. Nou ja, het is natuurlijk uit Canada geloof ik dat het wel is. En waarschijnlijk komt het van het Franse gedeelte van Canada. Jij vindt natuurlijk helemaal niks. Nou, het is niet te zuipen. De ruik hoef je ook niet. Het ruikt naar die driehoekje. Die driehoekijs. Nou, daar ruikt het echt niet naar. Jawel, dat vind ik wel. Moet je even proeven. Neem een goede slok. Ik vind het zo vies. Het is zo vies, hè. Oké. Weet je al wat? Nou... Godverdomme! Het is niet wel wat. Het heeft niet uit wat het. Nee. Nee, ik vind het wel wat. Godverdomme, ik weet niet waar je vandaan haalt. Je rolt zo af en toe. Ik vind het wel wat. Nee, het hoeft van mij mag de prullenbak in. Goh, rotzooi. Maar in ieder geval, dit was het voor deze review. Vond je het leuk? Duimpje omhoog. Reageer in de reacties beneden of jullie deze hebben gevonden en of jullie de winkel hebben gevonden in de Pannenkoekstraat in Rotterdam. Ben je nieuw, abonneer je op mijn YouTube kanaal voor meer reviews als deze en ander soort content. Dan zou ik zeggen, druk dat rode knopje in. En check de link in de beschrijving voor de socials om mij te volgen en te joinen. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.